Wie ben jij? Lorenzo. Vraag voor Giovanni. Wat is je mooiste herinnering bij Feyenoord? Ik denk toch wel de bekerfinale. Toen ik terugkwam in 2007, 2008. En ik kan me ook nog herinneren aan een Champions League wedstrijd tegen Juventus. Dat was volgens mij in 96. De kaart was helemaal vol, de sfeer was goed. En we wonnen de wedstrijd met 2-0. Dus dat was ook wel een herinnering die ik niet vergeet. Wat was je mooiste schop aller tijden? De mooiste schop? Of het doelpunt? Ik heb niet zo heel veel gescoord in mijn carrière, maar de mooiste is denk ik vorig jaar tegen AZ wel. Dat was het winnende doelpunt, toen speelde ik bij Excelsior. Dat was de 2-1 die ik maakte. Dat was een vrije trap die ik eigenlijk gewoon een beetje voorgaf en niemand raakte die bal aan en toen ging hij erin. Dus dat is wel een moment, het mooiste doelpunt dat ik wel ongeveer tot nu toe heb gemaakt. Je bent nou meer te weten gekomen over de spelers. Wat vond je nou het leukste antwoord? Bij Giovanni, wat zijn beste vriend was bij Barcelona. Ja, dat is best mooi om te horen. En dat Messi zijn beste vriend was en dat hij over 3 jaar toen naar het eerste ging van Barcelona. Ik heb net iets van jouw vader gehoord, want hier in Rotterdam is het herfstvakantie, maar jij woont in Os en daar is het geen herfstvakantie, want je hoorde eigenlijk op school te zitten. Hoe komt dat? Ik heb vragen gekregen van de directrice, maar ik moet nog wel een verhaaltje schrijven hoe het is geweest en nog een foto van de speler. En daarom heb ik vragen gekregen van de juffrouw. Wat zijn je zwakke punten? Ik kan niet zo goed koppen. Mee verdedigen, daar ben ik ook niet heel goed in, maar soms moet het. En ik ben een beetje aan de lichte kant, dus ik moet wat breder worden. Maar ik ben al een beetje aan het trainen, dus dat komt wel goed. Wie ben jij? Tessa. Hoi Tessa, voor wie is je vraag? Klaasje. Oh. Stel je vraag maar. Waar woon je? Ik woon in Haarlem, dat is vlakbij Amsterdam. Dat is ongeveer een uurtje van de vier rijden. Ja, adres. Ook mijn nummer? Wat ben je allemaal te weten gekomen van de spelers en van de trainer van Bronckhorst? Het is altijd leuk om trainer te zijn. En Cabral die had een heel mooi trucje gemaakt tegen de Graafschap. En die Klaasje, die vrije trap, die had ik ook gezien. Wat is je mooiste truc die je ooit hebt gedaan? Ik denk in de wedstrijd tegen de Graafschap. Had ik de akka gedaan. En heel aardig. Nou, laten we nu zien. We zien dan de akka. Ja? Ziet iedereen wel? Kom. En nou snelheid. Oh, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop vooral dat jullie allemaal daar een goede stand in gaan vullen. En degene die wint, die weten wij te vinden. Die gaan we uitnodigen met de hele familie om langs te komen, zoals gezegd. Wat vond je van de middag? Hartstikke leuk. En de kinderen stelden allemaal goede vragen. En de spelers en de trainer antwoordden er wel goed op. Wat vond je de leukste vraag? De leukste vraag. De kinderen stellen natuurlijk allemaal leuke vragen. Sommige vragen zijn lastig voor de spelers of voor Gio natuurlijk. Maar de grap was wel eigenlijk een droge vraag van waar kom je vandaan of waar woon je? Kan de volwassen media hier nog wat van leren? Ja, ik denk het wel. Het zijn gewoon hele simpele vragen. De volwassen media die stelt soms wel hele lastige vragen. Maar ja, daar heb je mee te maken. Dus... Vind je het leuk om hier aan mee te werken? Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk om kinderen te zien lachen en blij te maken als je als speler zijn en een bijdrage kan leveren aan hun kids persconferentie. Dus dat is alleen maar mooi voor hun natuurlijk. En voor onszelf ook gewoon leuk om mee te maken en om te doen.